Goed, dit is een nieuwe videoles van Voor Bertha. Ik ben Jan Willem en dit keer gaan we kijken naar elektrische energie en deeltjes. De basis van het geheel werkt eigenlijk heel simpel. Als we namelijk een spanningsverschil hebben, en ik heb hier een spanningsverschil van 10 volt getekend, dan kun je je natuurlijk voorstellen, goh, daar binnen, daar zitten een aantal veldlijnen. Ik teken er nu even. Drie. Maar als ik die veldlijn heb, dan heb ik een elektrisch veld. En een van de trucjes is dat ik gewoon kan zeggen van, goh, de kracht op een deeltje is niks anders dan de sterkte van mijn veld. En die geef ik hier voor de verwarring helaas een letter E. Zo staat hij ook in sommige stof vermeld. Keer de lading van het deeltje dat erin zit. Alleen, die veldsterkte, zoals je al in het plaatje kan zien, het is een homogeen elektrisch veld, die is overal gelijk. Dat betekent ook dat we overal een gelijke kracht hebben. En we kunnen een heel makkelijk simpel rekensommetje hierop gaan uitoefenen. Dat sla ik nu voor het gemak. Vreemd genoeg even over. Maar we kunnen in dit elektrische veld ook wat anders doen. Namelijk niet de veldsterkte, maar de elektrische energie die ik heb, heeft te maken met een spanningsverschil keer de lading. Dus als ik hier 0 volt heb en hier 10 volt en ik ga mijn deeltje een stukje verplaatsen, dan kan ik ook zeggen dat ik van 5 volt naar 7,5 volt ben gegaan. En nu is het een negatief geladen deeltje in dit geval. Dus dan kan ik meteen zeggen dat ik heb een verandering van 2,5 volt met een lading van min 1. Dus de elektrische energie die ik hier heb is letterlijk min 2,5 elektronvolt. Alleen, ja, die elektronvolts die gebruiken we af en toe, niet altijd. De andere optie is dat we gaan zeggen dat ik heb 2,5 keer min 1 keer de lading van een elektron, en dat is 1,6 met nog wat extra getallen, die laat ik even weg, maal 10 tot de min 19e. En als ik hem op deze manier doe, dan krijg ik niet de lading in elektronvolt eruit, maar, of sorry, het spannings... dan krijg ik niet de hoeveelheid elektrische energie, in dit geval in elektronvolt eruit, maar dan krijg ik de hoeveelheid energie in joule. Dus 2,5 keer 1,6 maal 10 tot de min 19e. Ik weet dat ik de min heb weggelaten, maar dan kom ik uit op een elektrische hoeveelheid energie van grofweg 4 maal 10 tot de min 19e joule. Dus nu hebben we de hoeveelheid elektrische energie om een elektron van hier naar daar te verplaatsen, zowel in elektronvolts als in joules berekend. Ik ben Willem van Voor Bertha en ik hoop dat je iets in deze videoles hebt gehad. En tot een volgende keer.